Ja, wat is modern precies? Want het betekent ook in elke periode iets anders. De Vandalen zegt behorend tot de nieuwere tijd of de eigen tijd of beantwoordend aan de eisen van de tijd. En het betekent vooral ook voor de ontwerpers en kunstenaars dat ze zich afzetten tegen het verleden. Het moest iets nieuws worden. Ik ben Maurice Rummens, ik ben wetenschappelijk medewerker bij het Stedelijk Museum en ik ben medesamensteller van de tentoonstelling Modern. Ik ben Ingeborg de Rode, conservator industriële vormgeving en ik ben medesamensteller van de tentoonstelling Modern. De tentoonstelling bestrijkt grofweg de periode 1840 tot 1940. In de 19e eeuw zie je dat niet meer de adel en de vorsten het voor het zeggen hebben, maar de burgerij in toenemende mate. Door industriële revolutie vindt verstedelijking plaats, productie neemt enorm toe en er ontstaat een hele rijke burgerklasse. En die wil niet meer die oude historische stukken die eigenlijk alleen maar de daden van de machthebbers, vorst en adel en ook kerk, legitimeerden. Er waren ook kunstenaars die zeiden van nee, we moeten ons echt meer op het volk, op de gemeenschap richten en geen collectors items voor de rijken maken. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor de vormgeving. De ontwerpers die wilden eigenlijk ook voor een breed publiek werken. Dat werd natuurlijk deels mogelijk door allerlei industriële technieken. Ze wilden echt vormen ook die bij die nieuwe industriële technieken zouden passen. Veel strakker, abstracter, weinig decoratie. En de industrialisatie had natuurlijk positieve gevolgen, namelijk dat er veel makkelijker in grote massa's producten gemaakt konden worden. Het socialisme kwam op, vrouwenemancipatie begon. Maar het had ook negatieve gevolgen. Een heleboel ambachtslieden die verloren hun werk. Arbeiders die trokken allemaal naar de stad en moesten vaak onder slechte omstandigheden werken. Ook wonen, er ontstonden allerlei sloppen. De milieuvervuiling begon, dus dat laten we ook zien. Een bijzondere merkwaardigheid is in het Amsterdamse Stedelijk Museum te vinden. We bevinden ons hier nu in een krakend witte omgeving en dat was in 1895 wel even anders. Want de zaalmuren waren beschilderd in allerlei mooie kleuren, waaronder pompiaans rood, olijfgroen, reebruin en mauve, dus lichtpaars. Een aantal van die kleuren zijn gereconstrueerd in de tentoonstelling op de muren en die worden dan ook weer deels wit overschilderd. En later keren ze weer terug omdat we weer meer kleur en sfeer in het museum willen brengen. Het was heel leuk om aan deze tentoonstelling te werken omdat we eindelijk weer eens echt in de 19e eeuwse deel van onze collectie konden duiken. Het mooie is dat er een wisselwerking plaatsvindt. De beeldende kunstenaars keken naar hoe het in de vormgeving ging. En ook hoe het in buiten-Europese kunst ging. En dat, denk ik, dat is wel karakteristiek voor de tentoonstelling. Ik hoop dat de bezoeker na deze tentoonstelling heel goed ziet dat er vaak hele lange ontwikkelingslijnen zijn. Dat het modernisme in de jaren 1920 niet uit de lucht kwam vallen, maar dat er een hele voorgeschiedenis is. We kunnen zien wat er lukte, wat er misging en wat wij daarvan zouden kunnen leren tegenwoordig. We willen ook aan de bezoekers vragen, hoe ga jij daar nou eigenlijk mee om? Hè? Wat doe jij wel of niet om modern te willen zijn?